Hallo, ik ben Arne van Airco Zelfplaatsen en in deze video leg ik jullie uit hoe je een Airco zelfbouwpakket van bij ons dient te plaatsen. Dit zullen we tonen aan de hand van Bram, die zelf zijn Airco plaatst. Na bestelling ontvangt u de goederen, de buitenunit met bijhorende rubbervoeten of muurbeugel, de binnenunit, het koeltechnisch koper, de communicatiekabel, de condensafvoer en tot slot onze installatiehandleiding. Als zelfbouwer begin je met het plaatsen van de binnenunit. Hiervoor monteer je de montageplaat die bevestigd is op de achterkant van de binnenunit op de gewenste locatie. Er staat een lijn op de montageplaat met center of unit. Dit is het midden van het toestel. Zorg ervoor dat de montageplaat op minimaal 12 cm van het plafond bevestigd wordt. Dit om goede luchtaanzuig langs de bovenkant van de unit te verzekeren. Een tip om de montageplaat waterpas te monteren: je kan één vijs in het midden van de montageplaat al bevestigen. Deze vijs kan je gebruiken als scharnierpunt om de andere bevestigingspunten af te tekenen. Eens de montageplaat werd bevestigd, kan je de unit eraan hangen om de positie te controleren. Je kan de nodige leidingen aansluiten op de unit via de zijkant, eventueel met een kabelholt, of via de achterzijde, zoals in dit voorbeeld. Hiervoor zal een boring in de muur nodig zijn. Alvorens te boren, teken je af waar de opening dient te komen. De afstand hiervoor is terug te vinden in onze meegeleverde installatiehandleiding. Na het aftekenen van deze opening kan er geboord worden. Afhankelijk van het soort te doorboren muur dient de gepaste boor gebruikt te worden. Voor baksteen of beton kan dit met een dozenboor of diamantboor. Een boor van 60 mm is al voldoende. Indien je dit niet zelf hebt, kan je dit huren bij een lokale verhuurder of bij ons. In dit voorbeeld werd er gebruik gemaakt van onze diamantboor met centreerpen. De volgende stap is de buitenunit op de gewenste plaats te zetten. Let er hierbij op dat de buitenunit voldoende vrij staat, zodat lucht wegblazen en verse lucht aanzuigen geen probleem is. De unit vastmonteren op de sokkels is voldoende om te zorgen dat deze niet omverwaait. Het extra vastmonteren op het dak is niet nodig. Hierna kunnen de eventuele kabelhouten geplaatst worden om vervolgens de nodige leidingen in te leggen. Als de buitenunit werd geplaatst, kunnen we overgaan tot het plaatsen van de koeltechnische leidingen en communicatiekabel. Dit vanaf de buitenunit naar iedere binnenunit. Belangrijk hierbij is om de leidingen te nummeren, zodat je weet welke koeltechnische leidingen en welke communicatiekabel bij elkaar horen. Ook dient er een voedingskabel van de elektrische kast naar de buitenunit voorzien te worden. Aan de binnenunit sluit je nog de communicatiekabel die van de buitenunit komt aan, als ook de condensafvoer. We controleren nog even de bijgeleverde checklist. Indien alles uitgevoerd is, is de installatie klaar voor opstart. Nadat u contact hebt opgenomen met ons, komt een gecertificeerd koeltechnieker langs om de installatie op te starten.